Hoi allemaal, ik ben Meneer van Uric en in deze video ga ik uitleg geven over de geslachtelijke voorplanting van een paddenstoel. Ik ga het hebben over plasmogamie, kariogamie, bevruchting en meiose en ik ga het hebben over welke stadia in deze cyclus haploïd zijn en welke diploïd. Dat en meer in deze video. Veel plezier! Een paddenstoel is eigenlijk een stukje van een schimmel. En het grootste deel van de schimmel zit onder de grond in de vorm van schimmeldraden. Die noem ik wel hyphen. En die schimmeldraden die vormen een netwerk. En dat noem je mycelium. En af en toe maakt dat netwerk, dat mycelium, een vruchtlichaam. En dat gaat groeien en groeien en groeien, komt boven de grond uit en vormt dan een paddenstoel. Dus een paddenstoel is het vruchtlichaam van de schimmel. Nou, we gaan de levenscyclus van de paddenstoel uitleggen aan de hand van een voorbeeld, namelijk aan de hand van de pantheramaniet. De wetenschappelijke mooie naam is Amanita pantherina. Dit nou, is een heel ingewikkeld schema en dat ga ik in drie stukken hakken. Eerst doe ik dit stuk als de sporen vrijkomen uit de paddenstoel en dan treedt er plasmogamie op. Het tweede deel gaat over de groei van de paddenstoel en als derde deel ga ik het hebben over de bevruchting en de meiose in de plaatjes van de hoed van de paddenstoel. De sporen komen dus vrij uit de paddenstoel, die worden door de wind meegenomen en die komen dus een heel eind verder op terecht, die worden door de wind verspreid allemaal. En als dan zo'n spoor op de grond terechtkomt en op een goed plekje terechtkomt waar de omstandigheden gunstig zijn, dan gaat zo'n sporen ontkiemen. Dat zie je hier. Hier zie je de sporen. Die worden door de wind meegenomen en die komen op de grond terecht. Dan gaan ze ontkiemen en dan vormen ze een hieven, een schimmeldraad. Die gaat groeien. Hier zie je er eentje. En hier zie je er eentje. Die gaan groeien en groeien. En die vormen een netwerkje. Dat noem je een mycelium. En omdat het het eerste netwerkje is dat ontstaat, noem je dat een primair mycelium. Nou, ook zie je dat er twee typen hyven zijn, namelijk hier de rode en de blauwe. Wat betekent dat nou? Dat is eigenlijk meer een symbool voor de twee geslachten als het ware. Dus man en vrouw. Hoewel je bij schimmels natuurlijk niet kunt spreken van man en vrouw, want ze hebben geen geslachtsorganen. Daarom spreek je bij schimmels ook niet van man en vrouw, maar meer van een plushyfe en een minhyfe. Of een A-hieve en een B-hieve. Nou, die zijn een beetje moleculair anders, maar die kun je wel een beetje vergelijken met de twee geslachten zoals het wel bij ons is. Nou, die vormen dus een netwerkje. En als ze elkaar dan tegenkomen, dan gebeurt er iets super romantisch. Dan gaan de uiteinden, die twee cellen die aan de uiteinden zitten en die elkaar tegenkomen, die gaan met elkaar versmelten. En dan vormen ze één nieuwe cel. Dus het cytoplasma van die twee cellen gaat versmelten. En dan krijg je een cel met twee kernen. De blauwe en de rode kern. Samen in één cel. Nou, dat proces dat noem je plasmogamie. Dus het versmelten van die twee cellen. Het versmelten van het cytoplasma met elkaar. Nou, dan gaat die nieuwe cel met die twee kernen. Die gaat zich dan weer delen. En die gaat groeien. En die vormt een nieuwe hyphae. En dan een nieuw netwerkje, een nieuw mycelium. Nou, dat noem je dan het secundaire mycelium. Want het is het tweede netwerkje dat ontstaat. Nou, die schimmel die groeit verder, die lieven, en het mycelium wordt groter en groter hier in de grond. Dat secundaire mycelium dat gaat zich verder ontwikkelen. Dat wordt groter en groter hier onder de grond. En dan op een gegeven moment gaat er een vruchtlichaampje ontstaan. Dat gaat zich hier ontwikkelen. En dat wordt in de tijd wordt dat groter en groter en groter. Komt op een gegeven moment boven de grond uit en gaat dan groeien en groeien en groeien. Dus dan ontstaat er een vruchtlichaam. Nou, wij kennen dat onder de term paddenstoel. Dus een paddenstoel is eigenlijk niks anders dan het vruchtlichaam van een schimmel. Nou, zo'n paddenstoel dat bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt hier de hoed met het steeltje en onderaan de beurs. En hier zit dan nog de ring of het manchet. Nou, aan de onderkant van de hoed, in de plaatjes, daar worden sporen gevormd. Aan de onderkant van de hoed van de paddenstoel zitten dus de plaatjes. En aan de uiteinden van die plaatjes zitten speciale cellen die sporen vormen. Zo'n cel noem je een basidium. Dat zie je hier. Hier is die uitvergroot. En dan zie je hier zo'n cel, zo'n basidium. Nou, die heeft nog twee kernen die los liggen, maar wel in het cytoplasma van één cel. Nou, die kernen die gaan dan met elkaar versmelten en dan krijg je dus bevruchting. Dat is wat je hier ziet. En dan krijg je dus een zygote. En die zygote, die blijft niet lang bestaan. Die ondergaat meteen meiose. En dan krijg je meiose 1, meiose 2 en dan krijg je dus vier aparte kernen. En uit elke kern ontstaat dan een spore. Dus hier zie je dan die vier sporen liggen met ieder één kern. En als ze rijp zijn, dan komen ze los van het basidium en dan komen ze in de lucht en dan verspreiden ze zich, komen ze op de grond terecht en dan kunnen ze ontkiemen en een nieuwe hyfe vormen. En zo is dan het cirkeltje rond. Dus welke cellen in de levenscyclus van de panther zijn nou haploïd en welke zijn diploïd? Nou, beginnen we hier bij de sporen die vrij zijn gekomen. Die zijn ontstaan door meiose. Dus deze zijn allemaal haploïd. Die hebben maar één setje chromosomen. Daaruit groeien dan hyfen. Die vormen een primair mycelium. Die zijn dus ook nog allemaal haploïd. En dan krijg je hier versmelting van twee cellen. Het cytoplasma versmelt, dus je hebt plasmogamie. Dan ontstaat er een nieuwe cel met twee losse kernen. Dus eigenlijk is de cel dan diploïd, want het heeft twee setjes chromosomen. Maar het zijn nog twee losse kernen, dus de kern op zich is haploïd. Een beetje een rare situatie. Nou, uit die cel ontstaat dan het secundair mycelium, die heeft dus ook allemaal cellen met twee kernen. Daaruit ontstaat zo'n paddenstoel. Dus alle cellen van zo'n paddenstoel die bestaan ook uit cellen met twee kernen. Dus ook hier het basidium bestaat uit een cel met twee kernen. En dan vindt er bevruchting plaats. Dan krijg je een zygote. En deze zygote die is echt diploïd. Die heeft één cel, twee kernen zijn versmolten tot één kern. Dus je hebt hier echt twee setjes chromosomen. Dus de zygote is echt diploïd. Maar ja, die bestaat niet lang maar heel kort diploïd stadium, dus. En dan ondergaat hij meteen meiose en dan krijg je weer haploïde kernen. Dit was mijn uitleg over de geslachtelijke voortplanting van de paddenstoel. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. Als je het een goed filmpje vond, klik dan op duimpje omhoog. En als je meer wilt weten over het rijk van de schimmels, klik dan hier rechts op de link. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!